Hey, jij, ga weg! Kst, kst, stomme zeemeeuw. Ik ben gek op springkastelen. Ik ook. Ik spring het hoogste van iedereen. Jij springt echt niet hoger dan ik. Oh, jawel, Mandy. Wacht jij maar eens af. Nou, er gaat niemand springen voor we dit ding hebben uitgevouwen en opgeblazen. Misschien kunnen jullie me allebei een handje helpen? Ik wed dat ik hem sneller kan uitvouwen dan jij. Wedden van niet. Goedemorgen, brandwachters. Goedemorgen, regio-commandant Bos. Is brandweercommandant Staal in de buurt? Hij is even theezakjes halen, commandant. Kan ik iets doen? Ik kom jullie alleen aan de tijdelijke vervanger van Jenny Jansen voorstellen. Kom binnen, je team wacht al. Hallo allemaal, ik ben Jerry Lee. Jerry Lee Crispijn, de neef van Elvis. Oh, maar zo duurt het een eeuwigheid. Ik ga echt zo snel als ik kan. Heb je geen elektrische pomp? Oh, jawel. Maar die heb ik aan Gerrit uitgeleend om zijn opblaasbare springtrein op te pompen. Even geduld. Zo lang duurt het niet meer. Oh, ben ik de theezakjes vergeten. Ah. Hallo, commandant. Fijn u te ontmoeten. Ik ben... Nee, niet nu, Crispijn. Au. Heeft u de theezakjes, commandant? Crispijn? Wat? Maar nee, dat kan niet. Jij was... Oh, de Crispijn. Present, commandant. Maar ik... Boven? Heb ik iets fout gezegd? Klaar. Eén springkasteel. Oh, ik ben kapot. Mogen we er dan nu op? Nog niet, Norbert. Ik moet hem eerst nog vastzetten. Oh, maar hoe lang duurt dat dan? Even rustig, Norbert. Oh, mijn been slaapt. Nou, maak hem dan maar wakker en haal die haringen. Alsjeblieft. Oké. Maar niet springen als ik er niet ben. Hij is nog niet vastgezet. Norbert, wat doe je nou? Pa zei nog dat dat niet mocht. Ik test hem alleen maar. Nou en, ben je bang dat ik hoger spring dan jij? Nee, natuurlijk niet. Nou, kom erop, Mandy. Bewijs het maar. Oké, opzij. Het waait veel te hard voor de helikopter. Ik bel de kazerne. Er is maar één voertuig sterk genoeg om die boom te verplaatsen. Gaan ze ons wel vinden, opa? Geen zorgen, Jaap. Ze komen ons vast snel redden. Oké, Phoenix. Dit gaat hem worden. Heel voorzichtig. Zo houden, Jenny.
Saturnus kan opstijgen, Sam. Heel goed, dan ga ik nu de bergen in. Saturnus heeft lichaamswarmte opgepikt, vlak voor je. Over. Begrepen, Elvis. Oh, daar is Oom Sam! Sam voor Elvis. Ik heb ze gevonden en ik neem ze mee terug. Begrepen, Sam. Ik haal Saturnus binnen. De maritieme reddingspakken zijn gevoerd om warm te blijven en fel gekleurd, zodat ze goed opvallen. En ze hebben een fluitje. Dat vind ik echt super. Hey Sam, precies op tijd. Oh, dank je, Jenny. Zo, eens kijken hoe snel jullie je kunnen omkleden. En start! Dat is een uitstekende tijd. Nou, uittrekken en nu weer terug naar de kazerne. Dan kijken we daar hoe snel jullie de dierenreddingspakken aankrijgen. Gaat het, Elvis? Oh ja hoor, prima. Ga maar vast, ik kom er zo aan. Dus, we moeten echt keihard aan de slag. We bakken al die extra pizza's die opa nodig heeft. Sarah, stop nou eens met dat stomme spelletje en ga aan de slag met die pizza's. Sorry, Jaap. Ja, Jaap. Het is jouw chef. Hè? Hallo, Jaap. Ik vroeg me af of alles goed gaat met de pizza's. Je spreekt met opa. Oh, het gaat prima, opa. Ze zijn op tijd klaar. Jaap, ze moeten nog wel gebakken worden. En er is niet veel plek in die oven. Ah, we hebben toch boven nog een oven? Sarah, neem die pizza's mee en bak ze boven. Zo snel als je kan. Ah, genoeg. Meer pizza's passen er echt niet meer in. Ik heb er boven zoveel mogelijk in gedaan, Jaap. Ik bedoel, chef. Maar er zijn er nog zoveel over. Wij hebben thuis een oven. Perfect. Jij neemt de rest mee en doet ze in jullie oven. Go, go, go. Ja, chef. Ja, erg goed. Ja. Oh, Crispijn. Als ik me niet vergis, draag jij nu een maritiem reddingspak? Dat klopt. Ik krijg hem niet uit. Oh, wacht maar even. Daar heb ik wel iets voor. Het dierenreddingspak heeft zachtere kleuren, zodat de dieren er niet van schrikken. En ze zijn ook nog eens zo gemaakt dat je er makkelijk in kunt bewegen. Zo, eens zien hoe snel jullie zijn met dit pak. Hoe, snel, Crispijn. Doe snel je dierenreddingspak aan. Oh, nee. Commandant Staal. Norbert Puk zit in de val op een brandende schaatsbaan met een pinguïn. Norbert Puk zit in de val op een brandende schaatsbaan. Met een pinguïn. Zei hij nou pinguïn? Kom op, we nemen Jupiter. Help! Verder achteruit, mensen. Ik denk dat het meevalt. Het ijs is al aan het smelten en er zal het water het vuur wel doven. Maar er is elektriciteit bij. Water maakt het dan extra gevaarlijk. Hoe gaan we dit aanpakken, Sam? Ellen, schakel jij de stroom uit. Arnoud, jij blust het vuur met schuim. Begrepen, Sam. Sam. Ik red Norbert. Stroom is eraf.
rustig maar, Norbert. Ik kom eraan. Oeh. Wow. Kijk nou eens wat je doet. Nu kan brandweerman Sam er niet bij. Norbert, hou je pinguïn vast en schaats dan naar mij. Ik meende niet wat ik zei, Pingy. Ik vind je echt een super pinguïn. Nou, haal me van het ijs af. Kom op, Norbert. Ja, je kunt het. Goed, Norbert. Deze pinguïn is er om je te leren schaatsen. En dus niet om ijshockey mee te spelen. Sorry, Sam. En zeker niet als er elektrische apparatuur bij staat. Ja, je hebt alle lampen omgegooid. Omdat ze niet goed vaststonden, Mark. Je had ze allemaal moeten controleren. Maar, het spijt me, Sam. Het is ook mijn eigen schuld. En nu is mijn ijsbaan gesmolten. Het gaat eeuwen duren voor ik hem weer gevuld heb met de tuinslang. Daar weet ik wel wat op. Arnoud? De baan kan snel genoeg weer open. Met zo'n koude nacht als deze is hij morgenochtend weer bevroren. Yay! Nu kunnen we toch nog het ijs op. Waar is Super Pinguïn, Robert? Oh, die heb ik niet meer nodig. Ik kan al hartstikke goed zelf schaatsen. Oh, pas erbij. Au. Heb je een beetje een baaldag? Het zou beter kunnen. Zullen we een stukje gaan lopen? Oké, pap. Zie je later, Tom. Veel plezier, jongens. En nu eventjes ontspannen. In een heli vliegen is vast vet cool. Echt cool. Minder cool dan je vissersboot te moeten loodsen door orkaankracht 9. Zo, dus ik dacht dat als we dit soort dingen vasthouden, we meer op brandweervrijwilligers lijken. Wat een leuk idee, Klaas. Oh, neem ik de brandslang. Wacht even, Mark. Ik denk toch omdat ik hoofd van de vrijwilligers ben, ik daarom ook de slang moet vasthouden. Ik wil ook vasthouden. Ik ook. Wie zegt dat alleen mannen de slang mogen vasthouden? Nee, ik wil hem. Laat los. Oh, laat los. Nee, ik wil hem. Nee. Oké, Klaas. Ik wil hem. Laat me los, dievertje. Goed idee, Nelly. Was ik dan toch maar naar het strand gegaan. Oh nee. Ik ben niet meer in Piekepolder, geloof ik. Nee. Oké, Tom, geen paniek. Wees cool, gebruik je helikopterpilotentraining. Denk, zwem naar de kust. Ja, dat is het. Ik zwem terug naar de kust. Maar, welke kant is dat op? Oké, dan. Geen poses, geen stoere blikken, niks in je handen. Ga gewoon bij Jupiter staan en wees jezelf. Oké, Sam. Dat ziet er goed uit. Niet bewegen. Hij klikt over 3, 2... Kom nou hier met die worst. Oh, radar. Nee, hier. Kom nou. Waar is Tom? Zijn bootje is weg. Waarom zou hij met dit weer de zee opgaan? De vloed kwam op en hij heeft zich laten verrassen. Tom is vast in slaap gevallen en in de mist weggedreven. Kom aan, jongens, we moeten brandweerman Sam bellen. Tom is verdwaald in de mist op zee. Tom is verdwaald in de mist op zee! Sorry, vrijwilligers. Jullie moeten je foto zelf maken. Jenny en Ben. Tom is weg. Maak Neptunus en Titaan klaar voor vertrek. Begrepen, Sam. Begrepen, Sam. Elvis, jij gaat met me mee. Oké, Sam. We hebben overal naar die vos gezocht, Hanna. Ik moet toch echt nu wel weer terug? Nee. Doe nou, Klaas. Als we hem niet vinden, wordt mijn moeder heel boos. En als jij weggaat, komen we nooit meer terug. Je zou een echte held zijn, Klaas, als je ons zou willen helpen.
Zit er iets in je ogen, Norbert? Nee, ik... Kijk, daarboven! Ik zie daar iets rood en het beweegt. Dat is de vos. Ik ga hem halen. Nee, Norbert. Dat is een hele hoge boom. Ik doe het wel. Ik ben niet voor niets leider van de pioniers. Ik wou dat ik vanmiddag niet zo zwaar geluncht had. Het gaat lekker, Klaas. Ja, een beetje nog naar links. Goed zo. Je hebt hem. Maar het is geen vos. Oh, nee? Het is een vlieger. Oh, wow. Is alles wel goed, Klaas? Ik geloof van wel. Ik bel meteen brandweerman Sam. Ik ben blij dat ik kan meedelen dat Radar 100% gezond is en gelukkig. Hoera! Maar toch snap ik het niet, Leni. Waarom voelt Radar zich dan niet zo lekker? Ik heb geen flauw idee. Goed gedaan, jongen. Nou, dan verdien jij een lekker chocokoekje. Nee, Elvis. Honden worden erg ziek van chocola. Heb je hem soms veel chocokoekjes gegeven? Nou, nee. Ja, misschien een paar. Mysterie opgelost. Oh! Klaas Kozijn hangt over de rand van een klif. Klaas Kozijn hangt over de rand van een klif! Jenny, jij en ik gaan met Venus. Elvis, roep Tom op met zijn helikopter. Ja, begrepen, Tom! Doe je best, jongen! Ik ben trots op je! Hou nog even vol, Klaas! Daar is brandweerman Sam! Ik zie hem, Radar. O jee! Ik heb je. Ik had echt kikkervel. Het is niet eerlijk. Waarom is Jaap nu ineens de grote kikkerster? Omdat Jaap veel over kikkers heeft gelezen en weet hoe ze bewegen. En hij heeft heel lang geoefend om met die flippers te dansen. Dat is heel moeilijk. Dat kan ik veel beter dan Jaap. Kijk maar. Norbert, wees gewoon blij een kikker te zijn zoals wij. Maar ik wil de ster zijn van de show. Ze moeten klappen voor mij. Voor mij. Oké, jongens, daar gaan we dan. Goed dan. Eerste deel van de training. Blus het vuur met de slangen. Begrepen, Sam. Tjoe! Krispijn! Sorry, commandant. Misschien kun jij beter Tom helpen met het tweede deel van de training, Elvis. Hij gaat water halen uit zee met die draagzak en laat het dan los boven de vlammen. Oeh, goed idee, Sam. Ik vind het leuk in de helikopter. Mooi. En dan ben je meteen uit de buurt van brandweercommandant Staal. Ja, wederom kleddernat. En dat gebeurt alleen als Crispijn in de buurt is. Ook zo benieuwd naar de show? Weten jullie het al? Jaap is de ster! Hij doet de grote finale! Oh, volgens mij wordt het vast spectaculair. Ik ben wel zenuwachtig, Mandy. Maak je niet druk. Je kan het prima. Zeker weten. Je bent een topkikker. De topkikker. Wat zei je daar, Norbert? Ik had de kikkerster moeten zijn. Ik kan ook goed dansen met flippers aan. Dat kan je niet, Norbert Puk. Maar ik wel. Er is maar één ster in deze show en dat is Jaap. En hij gaat het geweldig doen. Maar misschien ook wel niet. Hey.
red je daar maar eens uit, zogenaamde ster van de show. Het eerste vuur is geblust. Ik moet eerlijk zeggen dat het makkelijker is zonder Chris Pijn in de buurt. Mag ik al op de knop drukken, Tom? Nog niet, Elvis. De waterzak is wel gereed, maar je moet precies op de juiste plek hangen. Ik zeg wel wanneer. Atsjoe! Go! Weer Chris Pijn! Polder. Een kudde op hol geslagen schapen begeeft zich in de richting van Piekenpolder. Zo te horen komen ze deze kant op. Oh, nee! Een modeldorp! We moeten meteen handelen door een blokkade op te werpen. Oké, Arnoud, Ellen en Elvis brengen alle wagens snel daarheen. Dan blokkeren we deze straat, deze en deze, terwijl wij de schapen hier bijeen drijven. Begrepen, Sam. En we gebruiken ons dierenreddingspak. We hebben de weggelopen schapen bij elkaar, commandant. Ik hield mijn hart al vast. Hier komen het vreselijke beest. Mijn arme groentes. Heb je. Zijn we er klaar voor? 3, 2, 1. Oh. Ah, ja, nu lijkt het precies op Piekenpolder. Komt dat zien. Dit is de mooiste show. Norbert's Vlooien Circus! Tada! Waar zijn de vlooien, Norbert? Ik weet het niet. Ze waren er wel. Het jeukt. Uw applaus voor mijn spectaculaire vlooien! Norbert! Mijn mega vleermuis. En wat vind je ervan? Ik vind dat hij te veel ruimte inneemt. Mijn spook moet eigenlijk de blikvanger zijn. Kijk nou wat je doet. Haal hem eraf, nu meteen. Klaar voor de eerste griezelgasten? Veel plezier op het feest. Oh, vet. Oh, wow. Oh, geweldig. Hij is echt groot. Dank je. Heb ik gemaakt. Zo, wie doet er mee met mijn monsterdansen? Ja! Wow, wat ligt hier een rommel? Zo kan ik toch niet dansen? Dat is geen rommel! Het moet hier ergens liggen. Daar! Tijd om de allerbeste blikvanger van het feest te maken. Sarah, spectaculaire griezelspookhuis. Fijn dat jij de appels meeneemt, Jenny. Oeh, de deur.
Elvis, denk eraan dat je de karamel niet te lang op laat staan, anders wordt hij veel te dik. Ik heb hem graag stroperig. Oké, Sam. De stroperig. Oeh, lekkere toffee-appels. Ik kan haast niet wachten. Aha, stop. Nog niet, commandant. De karamel moet nog uitharden. Dat wachten is ondraaglijk. Zo, en hoe gaat het, Elvis? We hebben nieuwe karamel nodig, geloof ik. Ah, en een nieuwe pan. Wow, 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 wow. Wauw, Sarah, dat is schitterend. Wat is er schitterend? Dank je, heb ik gemaakt. Zo, wie wil er een van mijn spelletjes doen? Ja! Alles is goed, behalve mummies maken. Maar dit is het spel. Het heet Prik de staart op de zwarte kat. Ruiken jullie ook een brandlucht? Oh, mijn huis! Mijn vleermuis! Breng hem tot boven de trein, Tom. Komt in orde, Sam. Nog weg zo, kijk! Je belletje heeft gewerkt. Oh, maar het is toch een UFO? Nee, UFO. Oh, aliens. Norbert? Sst, ik verstop me voor de aliens. Sorry, Sam. We moeten terug naar het heliplatform tot de storm is gaan liggen. Er is gewoon te veel sneeuw. Dat is het. Sneeuw. Ik ga hier springen, Tom. Absolute klasse! Er zit een alien op het dak! Het spijt me zo, Sam. Ik zal nooit meer een kartonnen doos over mijn hoofd doen. Je bedoelt een astronautenhelm, Gerrit. Ja. Kom mee, jongens. De wolken trekken weg. Het spijt me dat ik een grapje met je wilde uithalen, Jaap. Maar ik geloofde het niet. Aliens bestaan niet. Nou, echt wel. Vannacht kwam er nog eentje bij me thuis. Echt waar? Ja, het was een klein groen mannetje met 7 ogen, 12 tentakels, een grote paarse snor. Oh! Oh, nee. Oh, Mark. Niemand gaat daar zo hoofd door steken als de verf nat is. Maar het is mijn meesterwerk. Waarom gebruik je dat ding niet dat je vorig jaar hebt gemaakt? Maar ik heb hier weken aan gewerkt. Ik weet wat. Ik heb een kacheltje in de bus liggen. Ik heb er zo weer droog. Kijk, zo gepiept. Het is niet eerlijk. Jij zat op weg naar de dierentuin ook al in het midden. Het is wel eerlijk. Jij zat in het midden toen we naar de kermis gingen. Zullen we de sirene aanzetten? En je zat in het midden toen we naar de duinen gingen. Oh, dat was jij. Nou, blijkbaar geen interesse. Wee.
buitenlijn. Mama, test je krachten, win een prijs. Oh, hoor je dat, Klaas? Kijk, je kan een knuffel van me winnen. Appelt je eitje, Dieber. Wat? Dat ding is zeker stuk. Tuurlijk is hij niet stuk. Kijk. Geef niet hoor, Klaas. Win anders maar een kokosnoot voor me. Kom op. Eens kijken of het dat droog is. Oh, als het zo langzaam gaat, ziet niemand mijn meesterwerk. Goed, dan zetten we hem gewoon op de hoogste stand. Zo word je lekker droog, schoonheid. Oeh, en dan heb ik nog tijd voor een pizzaatje tijdens het wachten. Wat? Hoe kan dat nou? Oh, hey Klaas, wat jammer nou. Ik wil nog graag 10 ballen van je, Norbert. Ik moet iets winnen. Wat krijgen we nou, zeg? Wat gebeurt hier allemaal? Klaas! De hoofdprijs is een mooie kokosnoot. Ach, dit is toch niet te harde, zeg. Ik zoek wel een andere plek. Crispeen, kom eens even helpen. Ik ga een stukje achteruit. Zeg mee als ik moet stoppen. Oké, commandant. Kom maar, commandant. Rij maar door. Jaap Jansen zit vast in een garage vol brandende olievaten. Sorry hoor, Brit. Het is een oliebrand. We hebben de schuimblusser nodig. Begrijpen, Sam. Zuurstof 100%. Jenny, sluit de elektriciteit af bij de hoofdschakelaar. Alles goed met je, Jaap? Hij is ongedeerd. Het is beter om oude olielappen niet te laten slingeren, vanwege het brandgevaar. Het spijt me vreselijk, Sam. Ik zal voortaan echt beter opletten. En Norbert Puk, als jij weer eens een film maakt, wil ik dat de volwassene het hele project begeleidt. Ja, brandweerman Sam. Het spijt me. En het spijt me dat ik je zo erg in gevaar heb gebracht, Jaap. Norbert, we kunnen niet meer verder. Door al die reddingen zit mijn geheugenkaart vol. Oh? Al die reddingen? Norbert Puk is James Blunt. Internationaal brandblussende superspion. Ja! Enorm gevaar, dat is mijn bijnaam. Ach, wel nee, Norbert. Dat is Albert. Mam! Albert! Misschien ben je toch een professioneel acteur, Sam. Oh, dank je, Jenny. Die stuntman is geweldig. Wie is dat? De naam is Sam. Brandweerman Sam. Kijk, stalactieten. Rotspegels die aan het plafond van de grot hangen. Oh.
En luister eens, horen jullie de ondergrondse rivier? Oh, ik heb nog niet één vleermuis gezien. Mooi, ik wil die enge vleermuis ook absoluut niet bij me in de buurt. Vleermuizen kunnen niet toveren. Ze zijn echt niet eng, Noiber. Dat zijn ze wel, Mandy. Het is algemeen bekend dat als ze vlak naast je flapperen, jij zelf ook een vleermuis wordt. Max, zijn we nu heel diep binnen in de berg? Nee, er zijn tunnels die nog veel dieper gaan. Maar die zijn wel gevaarlijk, hoor. Oh. Goed, we gaan weer terug naar buiten, jongens. Dicht bij elkaar blijven, hoor. Fijn. Snel wegwezen hier voor ik geflapperd word. Een handkar. Oh, die heb ik in jaren niet gezien. Ze is een echte schoonheid. Maar wel stram. Ze verdient wel enige liefdevolle aandacht. Zal ik die krukas bijstellen? Een vleermuis! Oh, hij is zo schattig. Ik zie niks. Dat komt goed, Jaap. Je ogen zijn niet meer aan het licht gewend na die duisternis. Dat gaat zo weer over. Als je wat ziet, kijk dan even of ik in een vleermuis ben veranderd. Ik weet zeker dat ik daar geflapperd ben. Doe niet zo mal, Norbert Puk. Wacht even, we missen iemand. Ja, waar is Mandy? Oh nee, hij heeft haar te pakken. De vleermuisreus van Piekepolder. Dus. En je hangt ondersteboven. Prachtig. Norbert snapt er niks van. Jij bent banger voor mij dan andersom. Oh, dit is vast zo'n ondergronds riviertje. Goed gedaan, Jaap. Je bent geslaagd voor de brandweerman Sam-opdracht. Hoera! Goed, ik ben bijna aan het eind. We zijn klaar! Oh, oom Sam, ik heb iets anders gezien. Maar niet in huis. Wat is er dan, Jaap? Er is brand op de berg. Maar daar zitten de pioniers. Ik bel de kazerne. Er is brand op de Piekepolderberg. Er is brand op de Piekepolderberg. Die bergpaadjes zijn te smal voor Jupiter. We gaan dus met Venus. Kanon, Jenny. We moeten het vuur beperken. Komt in orde. Het vuur wordt al minder, Jenny. Maar we kunnen wel extra hulp gebruiken. Hou vol, Sam. Ik kom eraan. Dat kwam goed van pas.
En deze brandkloppers worden gebruikt om kleine grondvuurtjes mee uit te slaan. Ja, let op. Dankjewel, Klaas. Zo kan het ook. Ja, dankjewel, Klaas. Bos- en heidebranden komen voor als het heet en droog is. Nog vragen? Ja. Mogen we een stukje varen met die boot daar? Ah, vandaag niet, Norbert. We zijn nu bezig met brandveiligheid. En erachteraan doen we 20 jumping jacks. Wat is er? Geen lucht meer, ouwe vriend? Met alle respect, commandant. Maar moeten we eigenlijk niet eerst een warming-up doen? Niet kletsen en meer zweten. En zo kunnen glazen flessen dus grote branden veroorzaken. Goed dan, zullen we eerst even gaan lunchen? Dus, als jullie Klaas even helpen het eten uit de bus te halen... Oh, daar heb ik het veel te warm voor. En nu die volle blusemmer oppakken en door de knieën. 10 keer graag. Mijn rug. Niet stoppen. Doorgaan. Doorgaan. Een verkwikkend kopje thee. Dat heb ik nodig. Oh nee, de melk staat nog in de bus. Jullie blijven hier en houden de brander goed in de gaten. Dit is zo saai. Ik weet wel iets wat niet saai is. Zullen we even snel bij de oude boot gaan kijken? Oh ja, geweldig plan, Dirk. Vlug, voordat Klaas terugkomt. Oh, ik verdraai mijn pols. Auw. En nu gaan we de emmers heen en weer zwaaien. En zwaai maar. Auw, mijn nek, mijn voet. Oh, lieve help. Oh, ik ga zuster Voet bellen. Ze moet eerst Ellen onderzoeken om te zien of ze niks gebroken heeft. Zullen we maar stoppen dan? Jammer. Die begonnen net een beetje in te komen. Het is niet eerlijk. Ik mis de wedstrijd en dat komt allemaal door die stomme pizza's. En zo moet je dus aanvallen. En zo moet je dus verdedigen. Nou, ze hebben ons geloof ik niet meer nodig. We kunnen net zo goed naar huis gaan. En zo maak je dus een omhaal. Oh, mijn rug. Deze pizza ruikt een beetje aangebrand. Een beetje veel aangebrand. Oh nee, help! Brand, brand! Er is een grasbrand in Piekenpolder Park. Er is een grasbrand in Piekenpolder Park. Jenny, wij bestrijden het vuur vanaf de voet van de heuvel. Elvis en Ellen, iedereen bij de kraam evacueren. Zuurstof 100%. Gelukkig is iedereen veilig. Als er brand is op een helling, is het van het grootste belang om onder het vuur te blijven. Want vlammen en rook gaan altijd heel snel heuvelopwaarts. Het spijt me, brandweerman Sam. En het spijt me, Bella. Ik wou alleen maar het voetbal zien. Maar ik had veel beter op de pizza's moeten letten. Oh, ik begrijp, Norberto. Want eigenlijk hou ik ook van voetbal, net als jij. Echt waar?
blitzen, blussers! Go, blussers! Mia, dat was bellissimo. Mag ik uw handtekening alstublieft? Ja! Het spijt me dat ik je vreugdedansje moet onderbreken, Norris. Maar herinner jij je onze ongeschreven regel? De winnaar trakteert. Hè? Dus dat weet je wel.